Goedemiddag. Welkom bij deze workshop over het ruimtelijk perspectief dijken. Ik ben gevraagd om deze workshop te geven. Mijn naam is Evert van der Meijden en ik werk bij de provincie Zuid-Holland bij de afdeling Water en Groen. Ruimtelijk perspectief dijken. Nou, om u vast een beetje een beeld te geven wat dat inhoudt. We kijken eigenlijk op een ruimtelijke manier, proberen wij naar de dijken te kijken van Zuid-Holland. En dat betekent eigenlijk twee invalshoeken. Allereerst de invalshoek van de zogenaamde belevingswaarde van dijken. Het is ook al aan de orde gekomen vanochtend. Heel veel dijken hebben ook een landschappelijke waarde. Liggen al heel erg lang in het landschap. Vertellen wat over de ontwikkeling van het landschap. Op dijken kun je het landschap heel mooi zien. Nou, vanuit die invalshoek kijken wij naar dijken. Proberen wij naar dijken te kijken. En als tweede invalshoek ook de functionaliteit, zeg maar de gebruikswaarde van dijken. Heel veel dijken hebben ook andere functies, als bijvoorbeeld dat er een weg op ligt, er kan natuur opgroeien, er zat bebouwing langs. Dat is eigenlijk wat wij ruimtelijk perspectief dijken hebben genoemd. Dat een beetje als inleiding. Wat aanleiding om hiermee aan de slag te gaan als provincie Zuid-Holland. We staan ook al op de sheet nu. Er komt een hele grote versterkingsopgave op ons af. En de dijken zijn toch al heel erg druk bebouwd in Zuid-Holland. Hebben heel veel kwaliteit. En dat gaat op een gegeven moment met elkaar in conflict komen, zeg maar. Wij hebben in ons huidige ruimtelijk beleid, de verordening ruimte en ook de visie ruimte mobiliteit van de provincie, ook al de ambitie opgenomen dat bij dijkversterkingen de ruimtekwaliteit ook wordt meegenomen als belang. Want wat is ruimtelijke kwaliteit nou precies? Dat is niet geoperationaliseerd op dit moment. En dat willen wij dus wel meer gaan doen. Om dat zeg maar echt concreet te maken wat wij onder ruimtelijke kwaliteit verstaan. Maar verder, ik weet niet of jullie het Delta-programma een beetje kennen. Daar heb je ook altijd het hoogwaterbeschermingsprogramma. Wat jaarlijks wordt beschikbaar komt vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma. Waar de vraag ook aan de orde is van welke meekoppelkansen zijn er nu bij dijkversterkingen? Nou, die vraag wordt ook altijd aan de provincie gesteld. Van provincie, hebben jullie ook meekoppelkansen? En toen bleef het eigenlijk best wel altijd heel erg stil vanuit de provincie. We hadden niet echt regionale ontwikkelingen of zo die wij konden koppelen aan dijkversterkingen. Nou, om toch ook daarbij beter beslagen ten ijs te komen, was voor ons een tweede aanleiding om hiermee aan de slag te gaan. En tenslotte is ook eigenlijk Hoogrimmerschap van Schielt aan de Krimpende Waard. Heeft enkele jaren geleden ook een studie verricht naar dat heet dan het ruimtelijk instrumentarium dijkversterkingen. Waarbij de vraag aan de orde was van het huidige ruimtelijk instrumentarium, voldoet dat? Om op langere termijn ook ruimte voor dijken te kunnen maken. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht. En eigenlijk werd die vraag beantwoord met ja, het huidige ruimtelijk instrumentarium dat voldoet. Alleen is het wel belangrijk om samen naar dijken te kijken. Dus om als drie overheden, dus provincie, waterschap en ook gemeente, een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de dijken van waar je met die dijken ook naartoe zou willen gaan. Nou, het denkkader zeg maar, is al een beetje aan de orde gekomen. Hè. Eigenlijk zien wij gewoon drie hoeken. Je hebt gewoon de waterveiligheidsfunctie van de dijk. Die is gewoon heel erg belangrijk. Staat ook niet ter discussie. Staat centraal, zou ik bijna willen zeggen. Alleen heeft de dijk ook een belevingswaarde en een gebruikswaarde. En ja, die twee belangen zeggen we als provincie eigenlijk van daar zijn we ook als provincie zijn we daarvan. En we willen eigenlijk dat die drie hoeken van de driehoek beter op elkaar afgestemd gaan worden. Dus de landschappelijke waarde, de gebruikswaarde en de veiligheidswaarde van een dijk. Nou, we zijn natuurlijk begonnen met een gesprekkenronde langs de zeven Zuid-Hollandse waterschappen. Die hebben we vorige zomer gedaan. Toen hebben wij een beetje gezegd van nou, we zijn ongeveer dit en dat van plan. Hè. Vanuit die twee hoeken willen wij naar dijken kijken. Hoe kijken jullie er nou tegenaan als waterschappen zijn? En welke rol zien jullie nou voor de provincie weggelegd? En toen zeiden de waterschappen van nou, ik zie wel degelijk een rol vanuit de provincie, met name vanuit een regionaal oogpunt. De gemeenten hebben ook wel vaak meekoppelkansen en visies op dijken, maar dat gaat vaak dan om kleinere objecten, hè, om uitzichtpunten, om parkeerplaatsen, weet je, dat soort dingen. En er is niet echt een overheid die op een geografisch hoge schaalniveau, er is wel één overheid die dat natuurlijk is, dat is de provincie. En vanuit die rol zou je ook als provincie een rol kunnen pakken. Bijvoorbeeld een weg op een dijk, in het Albasse Waard of in de Krimpende Waard als voorbeeld, hè, die raakt dan vaak meerdere gemeenten. Nou, de provincie kan dan zeg maar meer op regionaal niveau over zo'n weg nadenken en ook een bepaalde structuur ontwikkelen. En verder is de provincie natuurlijk ook thematisch breder actief dan het waterschap. Het waterschap is natuurlijk vooral met waterveiligheid bezig. En de provincie doet ook aan natuur, aan mobiliteit, et cetera. Dus vanuit die twee oogpunten had het waterschap als zoiets van ja, het is goed dat de provincie ook een rol hierbij oppakt.
En een tweede punt wat aan de orde kwam is dat het heel erg belangrijk is om, zeg maar, als je koppelingen wil leggen tussen dijkversterkingsprogrammering en andere ruimtelijke programma's, dan moet je dat ook snel, vroeg in de tijd oppakken. Wat dat betreft, zeg maar, wat er in de Albassewaard is gebeurd bij het MID-onderzoek daar zo, misschien wel bekend, dat is onder de vlag van het Delta-programma, heeft men dan gekeken van welke ruimtelijke ontwikkeling zijn er rond de dijken. En dat ook vooruitlopend op de dijkversterkingsopgave. Dus in een vroeg stadium is dan een beeld gegenereerd, zeg maar, met elkaar van wat zijn ruimtelijke ontwikkelingen die eventueel een dijkversterking kunnen raken. Zodat als de dijkversterking langskomt, dat je ook je huiswerk hebt gedaan als ruimtelijke partijen, zeg maar. Dus een beetje die aanpak in de Albassewaard was wel een beetje een voorbeeld voor hoe wij in heel Zuid-Holland actief willen zijn. En tenslotte, ja, kwam er ook uit die gesprekronde met de waterschappen duidelijk ook een beeld naar voren van bepaalde gebieden waar heel veel ruimtelijke ontwikkelingen samenkomen. Bijvoorbeeld ook weer de Albassewaard, waar dijken in bebouwde gebieden aanwezig zijn, waar ook economische bedrijvigheid is die je wil behouden. Waarbij ook een weg op de dijk ligt. Er komen zoveel functies samen dat het ook goed is om gewoon gezamenlijk naar die dijken te kijken. Nou, wij hebben dus vervolgens aan bureau HNS, landschaparchitecten, opdracht verleend om hier een ruimtelijk perspectief dijken voor te ontwikkelen. Ja, het rapport is deze week in tweede conceptvorm binnengekomen, is nog niet gereed. En sowieso, dat hele traject loopt ook nog. Hè. We zijn wel flink op stoom, denk ik, inmiddels, maar we zijn nog niet helemaal afgerond met het hele ruimtelijk perspectief. Het heeft eigenlijk deze inhoud, die ik zo meteen even kort wil presenteren, eigenlijk een visie. Met ook een essay, zeg maar, van wat het historisch belang van dijk in Zuid-Holland is. En ook leidende principes, die wil ik zo meteen ook nog toelichten. Vervolgens hebben we de dijken in Zuid-Holland getypeerd. Er zijn natuurlijk heel veel dijken. Je zou misschien wel tot 100 dijktypen kunnen komen. Uiteindelijk zijn we tot 20 dijktypen gekomen die een beetje ook onderscheidend zijn. Als je te weinig hebt, dan wordt het op een gegeven moment, je hebt een rivierdijk, je hebt een duinen, je hebt een kade. Dat is dan niet meer onderscheidend natuurlijk. 20 dijktypen hebben we op dit moment beschreven. En volgens hebben we ook een beeld van ruimtelijke ontwikkeling proberen te schetsen. Ik zei net al 20 dijktypen. Eigenlijk in de 4 hoofdlandschappen van Zuid-Holland. Het zijn toch wel landschappelijk gezien 4 hoofdlandschapstypen te onderscheiden. Eigenlijk hebben we per type een beschrijving allereerst gegeven van hoe ziet die dijken nou uit. Bijvoorbeeld een opwaspolder, ringdijk. En dan komt er een beschrijving van hoe die dijk eruit ziet, hoe die ontstaan is, et cetera. We hebben elk dijktype ook een indeling gemaakt per dijktype in stedelijk, dorps en ook een landelijk gebied. Dus die dijk is dan gewoon verder historisch gezien gewoon hetzelfde. Die ligt er altijd al, heeft altijd al gelegen. Alleen inmiddels is er gewoon bebouwing bijgekomen of zelfs stedelijk gebied bijgekomen. Dus per dijktype ook een onderscheid in 3 subtypen eigenlijk. Vervolgens is ook op kaart aangegeven van waar welk dijktype ligt. Er zijn wat foto's opgenomen van de betreffende dijk. En per type zijn ook kwaliteitsambities geformuleerd. Nou, wat zijn kwaliteitsambities? Bijvoorbeeld dat je vanuit de dijk het zicht op het landschap moet blijven behouden. Als er nieuwe bebouwing komt, dat het dan ook in de korrel, dus in dezelfde structuur moet passen als de huidige bebouwing. Dat, zeg maar, de structuur van de dijkbebouwing in stand blijft. Ja, toch weer de beplanting, zeg maar, dat bepaalde dijken die gewoon heel erg zichtbaar zijn, bijvoorbeeld voor in de putten bij ons en ook in de Hoekse Waard heb je heel veel binnendijken nog liggen. Ja, die staan vol met beplanting, maar goed, daardoor blijft die dijk ook wel zichtbaar in het landschap. En het hoort echt bij het landschap dat die beplanting, zeg maar, ook behouden blijft. Ook een voorbeeld van een kwaliteitsambitie. En bijvoorbeeld ook dat de weg op de dijk, dat die ook zo'n doorgaande structuur behoudt. Als er dus kruispunten zijn op wegen, dat dan de weg op de dijk voorrang krijgt, zeg maar. Dat zijn, zeg maar, kwaliteitsambities die bij dijktypes horen. dit is eigenlijk de kaart van alle dijken in Zuid-Holland, met links, zeg maar, die 20 dijktypologieën. Om een beetje een beeld te geven van hoeveel dijken. We hadden net een excursie en toen zei het waterschap van we hebben iets van 20 kilometer dijk in ons beheersgebied. Volgens mij gaat het hier om vele honderden kilometers dijk in Zuid-Holland. Dit is dan zo'n voorbeeld van zo'n dijkpaspoort. Hè. Dat geeft dan een beschrijving van de kenschets en rechts ook die kwaliteitsambitie die ik net al noemde. Dus elke dijktype heeft ook een dijkpaspoort gekregen. En hierbij wordt degene die uit Zuid-Holland komen, hebben wij zeg maar zogenaamde gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit ontwikkeld. En dat zijn, zeg maar, een soort handreikingen die vanuit de provincie geven, waarbij bij ruimtelijke ontwikkeling ook rekening gehouden kan worden, zeg maar. Dus die hebben echt de handreikingsstatus.
Dit hele rapport van HNS, die hele studie van HNS, die krijgt ook die status van thematisch gebiedsprofiel, zoals die bij ons dan heet. Dan wil ik nu eigenlijk de overstap maken naar de ruimtelijke ontwikkelingen. We hebben eigenlijk van tevoren gezegd van de thema's die je hier ziet, hè, dus infrastructuur, recreatie, natuur, energie, bebouwing, mobiliteit, daar hebben we als provincie ook echt een rol, verantwoordelijkheden, ambities. Daar willen we ook vanuit de provincie kijken van welke ontwikkelingen zijn er. Dus dat zijn eigenlijk zeg maar de themahoofdstukken. Dus voor deze ruimtelijke hoofdstukken hebben we dan ook een hoofdstuk is opgenomen in het rapport. Waar je allereerst is gekeken van wat zijn nou de raakvlakken tussen het thema op dit moment. Hè? Dus wat is nou eigenlijk gewoon een netwerk van dijken, wat je net zag. En waar zit bijvoorbeeld het natuurnetwerk van Nederland? Waar raakt dat elkaar? Of waar ligt het netwerk van provinciale wegen? Of waar willen we recreatie versterken, zeg maar? Waar Hollandse Baan is bij ons een snelfietspadennetwerk wat ontwikkeld wordt. Hè? Waar zijn de plannen voor uitbreiding? En waar kan het netwerk van dijken erbij eventueel benut worden? Dus dat is eigenlijk in beeld gebracht gewoon waar de raakvlakken liggen. Vervolgens ook een beetje een schets gegeven van wat zijn de opgaven. Bijvoorbeeld de zonneveld is een opgave, hè, duurzame energie, daar kan je dijken ook een rol in vervullen. Dat raakt misschien niet helemaal goed aan de ruimtelijke kwaliteit van dijken, hè. Dus dat is dan ook zo'n afstemmingsopgave. Hè. Het ligt niet alleen tussen waterveiligheid en bijvoorbeeld kwaliteiten. Maar het kan ook liggen tussen kwaliteiten en gebruik van dijken, zeg maar. Ook, hè, dijken die geen waterveiligheidsfunctie hebben. Het gaat zelfs ook over alle dijken in Zuid-Holland voor de duidelijkheid. We hebben echt naar de primaire keringen gekeken, naar de regionale en ook naar de overige keringen. Vervolgens hebben we ook voorbeeldprojecten hebben we gegenereerd om ter inspiratie. Klimaatdijk Streefkerk is natuurlijk een hele belangrijke in de Albassewaard, of een hele bekende in de Albassewaard, waarbij gewoon een dijk extra sterk is gemaakt en waarbij er ook ruimte was voor bebouwing op die dijk. Maar goed, er zijn nog meer voorbeeldprojecten. En tenslotte hebben we ook thematische inrichtingsprincipes geformuleerd. Ik heb als voorbeeld even de thematische inrichtingsprincipes voor recreatie hier opgenomen op deze sheet. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan, we liepen net bij de excursie over een groene dijk. Hè? Een dijk zonder bebouwing. Maar goed, daar is nu wel een wandelpad opgelegd. Dus je kan bijvoorbeeld een kwaliteitsambitie of een ambitie hebben van bij alle groene dijken. Zou je over de wandelfunctie na kunnen denken. Dat die zeg maar, openbaar toegankelijk zijn. Een voorbeeld van een ambitie, een thematische ambitie op het gebied van recreatie. Of denk bij de recreatiefunctie van dijken ook aan bordjes die ook wat vertellen over de historische ontwikkeling van die dijken. Maak van de dijk meer dan alleen maar een waterveiligheidsobject, maar ook geef aandacht aan die cultuurhistorische waarde. Dat een beetje als voorbeeld van ambities vanuit thema's. Ruimtelijke ontwikkelingen, we hebben eigenlijk door de oogharen van de provincie heen proberen te bekijken van welke ruimtelijke ontwikkelingen spelen nu een beetje in ons gebied. Dan heb je dus een bebouwingsopgave die zich in bepaalde gebieden ook concentreert. Herstructurering van bedrijvigheid, dat zijn echt thema's die voor de provincie zeg maar, belangrijk zijn. En die ook in bepaalde gebieden, waar ook dijken liggen, zeg maar, samenkomen. Dat zijn eigenlijk wel wat thema's. Dus vanuit de provincie die met dijken te maken hebben. En dat leidt een beetje tot deze kaart om. Hier hebben we eigenlijk gezegd van, als je dan alle dijken van Zuid-Holland bekijkt, zijn dit een beetje gebieden waar heel veel ontwikkelingen samenkomen. Dan zie je bijvoorbeeld dan, IJsselmond heb je bijvoorbeeld groene dijken, maar goed, in IJsselmond is ook een bebouwingsopgave. Dit zijn een beetje de aandachtsgebieden waar zeg maar, op heel veel ruimtelijke functies, op regionaal schaalniveau ontwikkelingen zijn, die aan dijken raken. En eigenlijk is het hier het idee dus van om, we gaan ook naar het omgevingsbeleid als provincie natuurlijk ook toe. Die maakt natuurlijk onderscheid tussen omgevingsvisie, omgevingsverordening en ook omgevingsprogramma. De gedachte is nu zeg maar, dat we voor deze gebieden dat die zeg maar, ook opnemen in het omgevingsprogramma. Waarbij we dan ook een soort regierol als provincie willen vervullen aan de voorkant. Hè. Dat je aan de voorkant al partijen bij elkaar brengt van als de dijkversterking aankomt over 10, 15 jaar. Denk dan ook na over je recreatieopgave of je natuuropgave, et cetera. Die spelen ook in die gebieden. Hè. Dat je op die manier die thema's aan de voorkant met elkaar probeert te koppelen, wat ook weer bij MIT-onderzoek Albassewaard Vijf Herenlanden een beetje is gebeurd. Ik wil eigenlijk afsluiten met, ik zag een beetje naar de goede volgorde hoor, van deze presentatie. Het rapport is nog net beschikbaar, maar heel belangrijk in het rapport zijn zogenaamde leidende principes. Deze zes staan centraal in het rapport. Voor drie daarvan denken wij aan een bepaalde doorwerking ook in het
omgevingsbeleid. Dat zijn die drie cursieve principes. Ja, waterveiligheid staat voorop, hè. Dat blijft gewoon zo. Hoeft niet verder op ingezet te worden vanuit de provincie geredeneerd. Maar een principe is ook van dijken zijn een landschappelijk raamwerk. Hè. Dus als je gewoon op een helikopterview kijkt op de dijken, dan is het eigenlijk één netwerk van heel veel dijken die gewoon aan elkaar zitten. Elke dijk is wel specifiek, hè. Vandaar ook die dijktype die we onderscheiden hebben. Nou, heel bekend principe is natuurlijk ook de dijk is van ons allemaal. Sommige waterschappen hebben dat ook als uitgangspunt. De dijk heeft gewoon meer functies. Nou, daar willen we ook mee door, zeg maar. En 5 en 6 zijn meer wat maatwerkprincipes. Dat je gewoon bij dijkversterking ook over de ruimtelijke kwaliteit kan nadenken. Door bijvoorbeeld een landschaparchitectenbureau in te huren, et cetera. Dat is ook al deels bestaande praktijk, denk ik. De drie leidende principes die dan zeg maar, die we verder willen doorwerken naar het omgevingsbeleid toe, wil ik dan even uitlichten nog. Hè? Nou, dat landschappelijk maatwerk, zeggen we eigenlijk van ja, dat hele netwerk van dijken willen we eigenlijk op de kwaliteitskaart gaan opnemen. Daarmee wordt het letterlijk gewoon zichtbaar op de kaart van de provincie van, hè, dat er dus dijken liggen, dat die ook zichtbaar blijven, dat die herkenbaar blijven, ook behouden blijven. Dat willen we ook, HNS heeft die aanbeveling gedaan, dat willen we ook overnemen in ons omgevingsbeleid. Zijn we voornemens dat in ieder geval te doen. Elke dijk is specifiek, hè? Nou, dan komen weer die 20 dijktypologieën komen aan de orde. En daarvan zeggen we van, nou ja, dat hele rapport waarin al die typologieën worden onderscheiden, dat krijgt dus de status van thematisch gebiedsprofiel. Dus is ook een handreiking voor alle ruimtelijke ontwikkelingen op of aan de dijk. Dat geldt dus natuurlijk voor ontwikkelingen van het waterschap, dijkversterking, maar zeker ook voor ontwikkelingen van de provincie zelf. Hè. Kijk, wij zijn ook af en toe ruimtelijke ordenaar. Als wij een provinciale weg door gaan trekken of een... er wordt ook gesproken over doortrekken voor de recreatievaart, zeg maar. Dan zijn we zelf ook gebied aan het veranderen. Dan zou je dus ook, als er dijken komen, met die kwaliteit de rekening moeten houden. En het geldt dus ook voor gemeenten. Dat krijgt dan de status van een soort handreiking, dat rapport, die studie. Wij hebben nog op zoek zijn naar zogenaamde richtpunten. Ja, richtpunt is misschien een beetje een vreemd woord. Wij hebben ruimte kwaliteitsbeleid als provincie. Bij richtpunten iets meer doorwerking hebben richting bestemmingsplannen, zeg maar. Wij zeggen in de verordening ruimte van je moet bij bestemmingsplannen altijd aan richtpunten voldoen, van de provinciale richtpunten. En op het gebied van dijken zoeken wij nu ook nog naar richtpunten. En wellicht dat een richtpunt kan zijn, zoals ik net al even noemde, als voorbeeld van bij alle groene dijken, denk dan na over de recreatiefunctie van de dijk of zo. Dat soort richtpunten moeten we nog ontwikkelen met elkaar. En dat zijn dan als voorbeeld van richtpunten zoals die bij ons werken. En als laatste inderdaad, ja, die dijk is van ons allemaal. Ik heb net al een beetje genoemd ook. Gebieden waar heel veel functies samenkomen van dijken. Overwegen wij in het omgevingsprogramma die dijk ook op te nemen. Als zijnde aandachtsgebieden waar gewoon heel veel dynamiek rond die dijken ook aanwezig is. En waarbij je ook aan de voorkant een soort regierol kan pakken. Om alle partijen ook bij elkaar te brengen. Om aan de voorkant over die dijk alvast na te denken. Van wat willen we met die dijk naar de toekomst toe en hoe zien we met elkaar de inrichting van die dijk. Waarbij we het echt ook als start van een gezamenlijk denkproces vinden. Hè. Ik weet dat de waterschappen ook bezig zijn met trajectvisies vanuit het HWBP en de Unie van Waterschappen gestimuleerd om echt op trajectniveau na te denken over dijken. Om van afgekeurde projecten ook naar afgekeurde trajecten naar projecten toe te gaan. Nou, zo zijn er ook gemeenten die ook bezig zijn met dijkenvisies. Anton in ons gebied heeft ook al een dijkenvisie. En ik hoor ook wel eens gemeenten die zeggen van ja, ik wil gewoon alle bebouwing van de dijk af hebben. Want er komt een klimaatopgave aan, zeespiegelstijging en ruimte voor dijk. Ja, niks bebouwing, weet je wel. Dus uiteindelijk moet je met elkaar natuurlijk daarover nadenken van weer die driehoek. Hè? Gaat die veiligheidsfunctie dan vooral versterkt worden? Of willen we ook die andere twee hoeken stimuleren? Nou, het vervolg, we zitten nog eigenlijk wel in de afronding van dit traject, maar zijn dan zeker nog niet klaar. Is dat we gewoon in september met, vooral voor de waterschappen, de 7 Zuid-Hollandse waterschappen, een afsluitende bijeenkomst willen organiseren. We denken eraan om daarna dus individueel langs de waterschappen weer te gaan, om ook hier het gesprek over aan te gaan van in jullie gebied heb je die en die dijktypologieën. Wij denken dat die en die ontwikkelingen er zijn. Ja, sluit het aan bij jullie belevingswereld en hoe kunnen we hierop gaan samenwerken in de komende periode, zeg maar, ook naar het HWP toe. We willen dus ook die verankering naar het omgevingsbeleid in gang zetten. En als laatste jaar opnemen in het omgevingsprogramma
die regie wil oppakken voor dijkversterkingsprojecten waar heel veel aan ruimtelijke ontwikkelingen speelt. Dat is eigenlijk een laatste manier waarop wij het vervolg willen oppakken. Nou, dat was eigenlijk mijn verhaal. Ik weet niet of er reacties of vragen op zijn, of dat het herkend wordt. Of, Deze of die andere? Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, dit zijn vooral zeg maar, de ruimtelijke ontwikkelingen die natuurlijk spelen rond de dijken wat ons betreft, zeg maar. En die andere kaart, die kaart van Zuid-Holland met al die... pak hem toch eventjes bij. Deze. Dit is juist de karakteristieken van dijken. Dit is juist op... kijk, als die donkerblauwe lijnen zeg maar, in het rivierengebied, dat zijn dan rivierdijken. En die groene dijken in het zeekleieilandengebied, voor het Puttenhoekse Waard, dat zijn dan zeg maar voormalige zeedijken bijvoorbeeld. Die hebben een andere karakteristiek. Dus hier wordt eigenlijk al op regionaal niveau... over de karakteristiek van dijken nagedacht. En er zijn dus in totaal 20 types... die op een hoger, ja, hoger schaalniveau zeg maar, iets over de karakteristiek van de dijken zeggen. En inderdaad, ja, hoe je dan op projectniveau... Hè, kijk, ik denk het inhuren van een landschaparchitectenbureau... of dat je uiteindelijk op projectniveau ook nog tot subtypes gaat komen... Dat sluit ik natuurlijk niet uit. Maar dit is meer op regionaal schaalniveau gedacht welke karakteristieken er zijn. Dit is al een beetje op trajectniveau bekeken. En die anderen zijn meer de ruimtelijke ontwikkelingen. Die wil je dan een beetje samenbrengen. Ja. Nog meer, Roy, ja. Je zei al dat het over primaire en regionale en hoger zelfs ging. Ja, ja. Ja, ik heb de grote aantal niet in paraat, maar ja. Ja, dijktypes zeg maar, die ook een paspoort hebben. We hebben het dijktypes genoemd. Die hebben allemaal eigen kwaliteiten, karakteristieken. Ja, kwaliteitsambities bedoel je misschien. Ja. Ook regionaal, ja. Maar ja. Ik denk zelfs dat voor de regionale keringen, waar we vandaag ook voor bij elkaar zijn, dan nog meer te winnen valt. Zeg maar. Want bij de primaire kering heb je de handreiking ruim de kwaliteit van het HBP. Dat hele gedachtegoed van aan de voorkant verkenningsfase uitvoeren. Ook een landschaparchitectenbureau inhuren om dus een ruimtelijk ontwerp te maken van zo'n... dat zit voor mij bij de primaire kering al redelijk tussen de oren. En ik heb wel begrepen dat bij de regionale kering nog wat minder ook is. En daar was de provincie toen ook zelf veel meer een normerende rol. Dus vandaar dat we ook die regionale keringen en zelfs die overige keringen, die ook een landschappelijke waarde juist heel sterk hebben ook. Hè? Dus omdat we juist die ruimtelijke invalshoek hebben proberen te kiezen, kom je ook automatisch over alle keringen kom je te spreken. Dus ook bepaalde overige keringen die inmiddels afgewaardeerd zijn. Bijvoorbeeld de Masdijk in het Westland is zo'n dijk, die heeft geen waterveiligheidsfunctie meer, maar hij is gewoon wel landschappelijk van belang. Ligt een provinciale weg op, weet je. En dat zijn dan dat soort dijken zijn dan ook van belang voor de provincie om daar toch over na te denken. En uiteindelijk, ja, weet je, er is nog wel discussie van, ja, dat dijktype moet eigenlijk, of die dijk hoort eigenlijk bij dat type thuis. En uiteindelijk blijft het natuurlijk een beetje, moet ik zeggen, arbitrair af en toe. Maar goed, dit is wel wat we ook met de waterschappen wel hebben besproken en wat we over het algemeen wel redelijk herkend wordt. Ja. Het gaat zeker om bewustwording ook, ja, absoluut. Dat is een heel belangrijk doel ook. Kijk, want die gesprekkenronde die ik dan eigenlijk... die hoop ik te doen in het najaar weer met de waterschappen. Want
Dat we echt zeggen van, nou, in jullie gebied komen die en die types voor. Wij zien die en die ruimtelijke ontwikkelingen. Ja, hoe gaan we hier samenwerken in de toekomst? Hè? Dat is een hele belangrijke stap ook, ja. Ja. Misschien nog andere vragen of opmerkingen? Ja. Volgens mij zag ik ook zo'n overzicht van de functies van de dijk echt vanuit waterveiligheid en dan landschappelijke zaken. Daarna komt even de gedachte op, is het dan echt alleen waterveiligheid vanaf gekeken wordt of gaat het om de functie van bekering voor het watersysteem in zijn geheel? Waterkering houdt natuurlijk het achterliggende gebied droog, maar houdt net zo goed het boezemsysteem in stand en is daardoor van belang voor water aanvoer, afvoer. Scheepvaartfunctie, dat soort zaken. Ik weet niet of het een rol speelt, maar ik kan me voorstellen in die trits van je hebt de functie van de dijk, je hebt hier ruimtelijke inpassing. Ik weet niet of het relevant is dat alleen waterveiligheid beschouwd is, omdat het meer een echte waterfunctie voor het watersysteem gaat. Ja, oké. Okay. Bedoel je zeg maar meer wateroverlast of zo, maar dat bepaalde dijken geen veiligheidsrisico hebben, tenminste, die dan als doorbreken geen slachtofferrisico's hebben? Ja. Water tegen zodat de pol niet vol loopt, maar ja. Het is goed het watersysteem in stand, zodat de polder op een boezem kan lozen en het water kan afvoeren en geen water over kan krijgen. Ja, maar heeft dus geen norm, zeg maar, vanuit zou een de norm kunnen hebben. Toch wel, ja. Ja, goed, we hebben ook zo'n dijkje zat rondom de landscheiding, zeg maar. Dat is dan een dijk die inderdaad, we hebben pijlscheidingen natuurlijk. Dat soort dijken bedoel je volgens mij, hè? Die meer... Ja, dat is meer van de veiligheid wordt altijd genoemd, maar van hoeverre de overige functies van de keringen meegenomen worden? Niet in deze studie extra, zeg maar, nee. Kijk, wel dat zeg maar, dat soort dijken ook onderdeel kunnen zijn van dit hele traject. Maar we hebben niet beoogd om die andere functies van de dijk te versterken of zo hiermee. De pijlscheidingsfunctie of zo, of wat dan ook. Het is wel vanuit waterveiligheid, waterregionale keringen, zeg maar, is die wel aangevlogen inderdaad. En dan wel natuurlijk vanuit de ruimtelijke hoek natuurlijk dan ook alweer. Want die waterveiligheidsfunctie zelf gaan we ook niet hiermee verminderen of versterken of zo. Het is echt vanuit de ruimtelijke functies van dijken gekeken. En dan wel naar alle dijken ook. En, ik meen dat ik inderdaad een figuur zag van de functie van de kering is die waterveiligheid. Dat is misschien ja. Kijk hoor. Doe je deze, zeg maar, de functies van de dijk? Ja, hier. Ja. Ja. Het zou dan ook heel mooi zijn als daar dan niet alleen maar de waterveiligheid wordt genoemd, maar dat ook die overige functies voor het watersysteem een plek krijgen. Ja. Of meer waarde krijgen. Ja. Oké. Okay. Ja, is interessant. Neem ik mee. Goeie, ik heb niet eerder over gedacht nog. Dat je nou van dat kan benoemen, dat de dijken die afgewaardeerd zijn en geen veiligheidsfunctie meer hebben, wel andere functies kunnen hebben voor het watersysteem, zeg maar. Dat is wat je bedoelt, hè, volgens mij. Dat houdt net zo goed het systeem in stand, zoals met aanvoeren en afvoeren. Ja, precies. Bijvoorbeeld scheepvaart. Ja, oké. Okay. Ja, dankjewel. Misschien nog andere? Ja. Die zei zichzelf ook als gebruiker, hoe moet ze op gebruik hiervan? Kun je die samenwerking eruit ziet in de afstemming? Ja. Goed, waterschappen zijn hier bij betrokken geweest via workshops. Willen we ook in de toekomst nog heel goed blijven betrekken. Heel veel ideeën die hier ook in staan, zijn ook wel door waterschappen zelf aangedragen. Bijvoorbeeld kom ik toch weer op de Albasse Water uit, waar het waterschap zelf ook zegt van we moeten gewoon die dijk in de toekomst versterken. Nou, we zien dat er gewoon heel veel bebouwing op dit moment zit. Ja, daar hebben wij geen bevoegdheden als waterschap zijnde. En we voelen gewoon aan dat we wat met die dijken moeten. En daar kunnen we de hulp van de provincie gewoon bij gebruiken. Andere waterschappen hebben ook de afgewaardeerde kering juist heel erg naar voren gebracht. Hè. Bijvoorbeeld zo'n Maasdijk die ik net al even noemde. Waarbij zij dan geen rol als waterschap meer voor zichzelf zagen om die dijken op de legger te houden, op hoogte te houden. En waarbij dan wel vanuit andere oogpunten, zichtbaarheid van de dijk, de cultuurhistorische waarde van de dijk, om die te behouden, wel naar de provincie, zeg maar, wordt gekeken.
Ja, we zijn even kijken hoor. Zeker omgevingswet wordt ook heel veel door de waterschappen genoemd. Hè? Dat ze vanuit het kader van de omgevingswet ook al samen met de samenleving, bewoners, et cetera, projecten moeten uitvoeren. Dit profiel zeg maar, wordt dan ook als meerwaarde gezien. Omdat hier ook dat soort componenten beter in zitten. Maar goed, je ziet ook wel dat ene waterschap zit ook wat anders in een andere waterschap. Hoor. Het zijn ook al waterschappen die gewoon echt, als uitgangspunt al hebben van de beste dijk is een multifunctionele dijk. Of de dijk is van ons allemaal. Terwijl andere waterschappen vooral hebben, zoiets hebben van dijk met zo weinig mogelijk niet waterkerende objecten. Die NWO's of zo, waar vanochtend over gesproken is, is het beste om zo maar te zeggen. Dus uiteindelijk is het natuurlijk toch altijd een afweging tussen die drie hoeken. En ook het beginsel van waterveiligheid staat voorop. Hè. Dat komt ook heel duidelijk van de waterschappen zelf ook af. Zeg maar. In het begin hadden we gewoon 5 principes, wat we ruimtelijk aanvlogen. En toen zei de waterschap ook van ik mis wel 1 belangrijke functie van de dijk. Of 1 belangrijk leidend principe. Dus dat uiteindelijk een veiligheidsfunctie heeft, die dijk. Dat zijn wat illustraties van hoe de waterschappen erin zitten. Maar goed, ik merk het ook bestuurlijk, heb ik het wel gemerkt onlangs. Je ziet nu ook die klimaatveranderingsdiscussie. Dat bepaalde dijkgraven in ons gebied toch zeggen van leuk zo'n ruimtelijk perspectief dijken. Maar wij moeten vooral in de toekomst die dijken gewoon kunnen verbreden. Provincie kunnen die beter gewoon ruimtelijke reserveringen rond die dijken gaan afdwingen of opleggen of zo, weet je wel. Dat wordt een hele interessante discussie de komende tijd van hoe dit ruimtelijk perspectief, hoe dat zich verhoudt tot toch weer die waterveiligheidsfunctie van de dijk en die dan ook ruimtelijk moet worden beschermd, om zo maar te zeggen. Ja. Uiterste kan op zijn, dan gaan ze samen dan bedenken hoe het dan moet zijn. Hè? Dat is een stukje historisch blijft. Maar als ik dan dit dan bekijk, denk ik, dan heb je daar al van tevoren over nagedacht. Ja, precies. Maar ga je dan nog steeds het gebied in, zeg maar? Of wordt het dan heel erg heen gekijkt? Hoe is dat dan niet meer? Ik zie het meer als vertrekpunt, ook vanuit regionaal perspectief bekeken, zeg maar. Dit is vanuit regionaal, provinciaal oogpunt, is dat ons huiswerk, om zo maar te zeggen. Ik zou bijna zeggen visie op hoe de dijken zich kunnen ontwikkelen. Met welke functies wel en welke kwaliteit die kan versterken. Ja, dat is dan eigenlijk input voor zo'n gebiedsproces, waarbij dan gemeente en waterschap ook ideeën hebben over hoe zo'n dijk zich moet ontwikkelen. En vervolgens kom je dan samen tot een zeg maar, gezamenlijke visie op zo'n dijk. Of wat ook een rapport van Verschil van de Krimpen en Water ook aanbeveel. Hè, van kijk samen naar die dijken. Zo zou het in onze ogen moeten gaan werken. En zeker ook op die aandachtsgebieden met die kleurgekleurde trajectjes, zeg maar. Ja, in de provincie heb je eigenlijk je eigen visie al. Ja. Ja, en dat wordt uiteindelijk via maatwerk natuurlijk dan vervolgens op projectniveau concreet gemaakt. Waarbij het ook een soort uitgangspunt is voor onszelf als provincie ook zijn. En kijk, wij participeren natuurlijk ook in AWP-projecten, in zo'n verkenningsfase aan de voorkant. En dat het een soort bijbelrichtlijn, maar een uitgangspunt is, zeg maar, voor wat de provincie helemaal als belangrijke thema's ziet. Ja. Ja. Ja, op gemeente zijn we tot nu toe eigenlijk beperkt betrokken geweest, moet ik eerlijk zeggen. We hebben één. Klopt. Daar zijn die best wel heel erg veel. En ik denk dat juist in die gebiedsprocessen, zeg maar, op die aandachtsgebieden, dat daar juist ook de gemeente sowieso een rol gaan vervullen. Dus op het moment dat je echt naar. Kijk, in de Alpense Waard, 5 Herenlanden weer een beetje als voorbeeld. Hè. Eigenlijk is de manier van werken is wel een voorbeeld geweest voor dit ook. Dat je aan de voorkant gewoon je huiswerk doet en dat ook met de gemeente ook samen bespreekt. En dat je op die manier gewoon een soort ruimtelijke agenda voor je dijk ontwikkelt, voorafgaand aan je versterkingsopgave. Dat je dan dingen kan combineren, kan opschuiven in de planning wellicht. En er zijn ook gemeenten die hebben ook een dijkenvisie. Hè? Er zijn echt 3 gemeentes in ons gebied die ook al zelf meer op gemeentelijk niveau hetzelfde manier naar de dijk hebben gekeken, maar meer op gemeentelijk niveau, zeg maar. Maar goed, de waterschappen zijn wel de primaire doelgroep geweest vooralsnog. Ik denk dat in de volgende stadium ook gemeenten gaan bijdragen. Of
Nee, ja, dat ik het, ja, ik wil in ieder geval zo danken voor de aandacht en voor de vragen die gesteld zijn. Ook ja, de leuke discussie, het gesprek. En als jullie nog vragen hebben of opmerkingen, dan ja, weten jullie mij te vinden, hopelijk.